Ik zal jullie eens even mijn telefoon laten zien. Tada! Voordeel, ik kan hele leuke dingen ermee. Twan, kom eens hier. Twan is de hele week bereikbaar. Dus daarmee? Ja, dus dat. Chris had een vraag. Chris, ik ga naar de telecomspecialist. We come to your planet as emissaries of universal intelligence. Faya? Hi. Hey, Ferry. Alles goed? Hoi. Ja, gaat prima. Wat heb je voor oude troep meegenomen, joh? Deze, joh. Die is echt te gek. Wacht even. Leuk, hè? Zo. Dat is oud, hè? Ja, dat is een van de eerste mobiele telefoons. Was natuurlijk daarvoor altijd de vaste telefoons. Met die enorme snoeren en dergelijke. En toen kwamen de frequenties vrij in de lucht. En toen ging de technologie los. Hey, en wanneer werd het dan meer een smartphone zoals wij het kennen? Want dit gaat al meer lijken op hoe wij hem kennen, hè? Wanneer begon dat een beetje te gaan? Rond 2000. En wanneer dan, de smartphone zoals ik hem ken, ik zal de mijne er gewoon even naast liggen voor het idee. Wanneer begon dat dan een beetje te komen? In 2007. Toen kwamen echt die smartphones meer op de markt. Maar wanneer is nou eigenlijk een smartphone een smartphone? Nou, dat is een smartphone op het moment dat hij GPS bevat. En je multimedia erop kan afspelen, dus foto's en filmpjes. En daarbij ook wanneer het eigenlijk je personal assistant is. Oké, dus kan je mail lezen, je kan je agenda checken. Exact. En je hebt heel die personal assistant niet meer nodig. Daar komt het op neer, ja. Nou, als ik zo naar deze telefoons kijk, dan zie je echt zo wel de ontwikkeling. Wat komt nou hierna? Degenen die daarna komen, die heb ik daarvoor in de winkel staan. Nou, Ferry, kijk, hier heb je een voorbeeld van de nieuwste smartphones. Mm-hmm. Wat heel erg belangrijk is nu, zijn de camera's. Dus de kwaliteit van de camera's. Mag ik eens kijken hoe goed die is? Ja, ga maar uit. Even een foto. Oh, is het vast? Ja. God, is het vast. Twan, wacht eens even. Oeh, de Ferry look, heel mooi. Ja, afgezien van Twan is de foto inderdaad, ja, het is echt wel mooi. Ja, is wel scherp, hè? Ja. Oh, kijk. Daar zijn ze dan. Ja, speelgoedwinkel, hè? Nee, dit zijn de meest verkochte smartphones op het moment. En waar we het net over hadden, de camerakwaliteit natuurlijk. Maar je hebt nu ook waar de ontwikkeling in zit, is het mobiele betalen. Dus betalen met je mobiel. Nou, volgens mij is een ander ding heel belangrijk, de batterij. Ja, ik met de mijne doe ik echt maar net aan een dag. Als je ze vergelijkt met de telefoons die wij net gezien hebben, dan zie je natuurlijk grote verschillen. Waaronder het scherm, maar ook het feit dat er hier veel meer applicaties op staan dan dat er toen van een smartphone of van een telefoon verwacht werd. Ja. Die telefoons die konden 2-3 weken mee. En deze inderdaad, 1-2 dagen wat je voornamelijk ziet. Grote reden is dus die applicaties die erop staan. Maar ook het feit dat je wifi en dergelijke gebruikt. Hij is constant signaal aan het maken en je bent op internet en dergelijke. En natuurlijk het scherm. Ja. Want op het moment dat jij in de avond zit, dan heb je dat backlight natuurlijk aanstaan. Ietsje zachter, maar wel dat je goed kan lezen. En wanneer je buiten bent, moet zo'n ding natuurlijk fel schijnen. Anders zie je niks op je, waar je mee bezig bent en wat je aan het typen bent. Wat is volgens jou de remedie? Wat moeten we eraan doen? Nou, je kan er veel aan doen, waaronder dus bijvoorbeeld je wifi uitzetten of juist je scherm zo weinig mogelijk aanhouden door hem op standby te zetten op het moment dat je hem niet gebruikt. Applicaties afsluiten, automatische updates uitzetten, dat soort dingen kan je allemaal eraan doen. Of je koopt een powerbank. Durf te vragen, wat is een powerbank? Dat ga ik je laten zien. Dit zijn de powerbanks? Dit zijn de powerbanks. Oké, wat is het? Het is een klein mobiel apparaatje waarmee jij, als je onderweg bent, jouw tablet of je smartphone zou kunnen opladen zonder dat je een stopcontact gebruikt. Oké, waarom zijn er zoveel verschillende? Het grootste verschil zit hem natuurlijk in dat iedereen graag een andere kleur wil. Ja, daar begint het bij. Ja. En het heeft te maken met het milliampère wat erin zit. Dus hier staat bijvoorbeeld 2200 milliampère. Ja. En hier staat 4400 milliampère. Houdt eigenlijk in, met 2200 milliampère kan je 1 keer je telefoon opladen. Goed. En wanneer je naar 4400 gaat... Het dubbele. Exact. Oké, nou ik kies deze gewoon. Gaat goed. Twan, heb jij nagel? Ja, oké. Alles is wel mooi, netjes verpakt, hè? Dat scheelt dan weer. Ja, nu niet meer alleen. Tom. Nou Chris, je batterij gaat dus niet zo lang mee, omdat het al die apps en al dat backlight van het scherm, dat kost gewoon heel veel batterij. Maar tot die tijd zou ik zeggen, doe het lekker met een powerbank of volg de tips op van Faya. Faya, de mijne is vol. Twan, zal ik jou ook even opladen? Ten eerste heb je nog 2 weken batterij en niemand belt je toch, jongen.
Thank you.